Ik dacht, mijn broer die heeft een concert uitgezocht, dus het zal wel goed zijn. En die avond heb ik op die manier dus voor het eerst Sonny Rollins horen spelen. Ik was 14 jaar oud en dat is de leeftijd, geloof ik, dat je voor het eerst ontdekt dat er een hele gevoelswereld is waar je misschien als kind nog nooit aan gedacht hebt. Je eerste verliefdheid, de eerste muziek die je zelf ontdekt, waar je echt iets bij voelt. Misschien een mooi boek of een mooie schilderij. Precies op die leeftijd mocht ik eindelijk eens een keer van mijn ouders in mijn eentje een paar dagen weg. En ik mocht naar mijn broer. Wij woonden in Eindhoven en mijn broer die studeerde in Groningen. Bij aankomst zei hij, we gaan vanavond naar een concert. Wat een fantastische ervaring was dat. Sonny Rollins in de Oosterpoort als onbevangen 14-jarige puber. Ik wist niks van jazzharmonie, ik wist niks van stijlen. Ik hoorde wel een soort fantastisch tenorgeluid. En ik hoorde ook op een soort mysterieuze manier dat het iets was wat klopte. Pas jaren na het concert ben ik me meer gaan verdiepen in Sonny Rollins. Ik ontdekte dat hij af en toe gewoon naar buiten ging en dan een aantal uren bij een brug ging zitten studeren. Dus ging ik ook met een rugzakje met water gewoon in een park staan om daar een aantal uren te studeren. En die zucht naar telkens opnieuw dingen ontdekken. Een bijdrage willen leveren aan die muziek. Dat is ook iets wat bij Sonny Rollins vandaan komt en dat mij in grote mate heeft geïnspireerd. En dat is een van de dingen die hem tot een groot kunstenaar maken.